Op een boerderij als deze komt alles samen. Achter mij maken koeien van natuurlijk voer de heerlijkste melk. De melkveehouder draagt zorg voor een prachtig open landschap. En er wordt hier energie opgewekt voor honderden huishoudens. Daar zijn we ontzettend trots op. Het energieprogramma bij Friesland Campina richt zich op het vergroenen van onze hele keten. Dat wil zeggen de fabriek met stroom van een groot zonnedak bijvoorbeeld. Maar ook de boerderij. Lokaal geproduceerd groene stroom zelf gebruiken via bijvoorbeeld een EHZ-windmolen. Doordat een boerderij eigenlijk het hele jaar door stroom verbruikt, is het ook belangrijk om dat het hele jaar door op te wekken. Dat kan heel mooi met zonnepanelen, vooral in de zomer. En een windmolen kan dan ervoor zorgen dat je in de winter ook stroom kan opwekken. Ja, wij zijn daarom eigenlijk een kleine windmolen gaan maken die past bij het boerenerf. Maar niet alleen past bij het boerenerf, maar ook past in het landschap, past in de omgeving en ook past in het elektriciteitsnetwerk. Duurzaam ondernemen is voor mij toch ook het voortbestaan van het bedrijf en ook je kosten in de hand houden. En de kosten voor energie vallen wel mee, maar de belastingen die worden er erg hoog op. Dus als je op die manier daar wat aan kan doen door je eigen energie op te wekken, denk ik ook dat je duurzaam bezig bent voor je eigen bedrijf. Daarnaast denk ik dat het erg belangrijk is voor de groene uitstraling van de agrarische sector, dat je kunt laten zien dat je energie neutraal aan het ondernemen bent. Ons energieprogramma is een paar jaar geleden begonnen met grote zonnedaken en mestvergisting. En we gaan nu in toenemende mate ook kijken naar efficiënter verbruik van energie, ook voor de zelfvoorzienendheid op het platteland. En daarvoor is deze stap met EHZ een hele belangrijke.